Heeft het in, uh, in dit geval niet. Uh, ik wil met name met jullie even gaan kijken naar de geschiedenis van wat we dan het ballet noemen, of de wereld van de dans noemen. En het eerste wat ik altijd tegen mensen zeg, en dat zeg ik jullie nu ook weer. Hè, als je naar de wereld van de ballet en de dans gaat kijken en onze zeg maar, officiële danstraditie, wat dat ook in vredesnaam zou mogen zijn. Of in ieder geval het ballet traditie. Dan moet je in ieder geval je altijd in je achterhoofd houden dat het afkomstig is uit de wereld van de adel. Het is de wereld hè, van het hof. Uh, of je nou in uh, koninklijke huizen zit of in keizerlijke huizen, maakt in principe eigenlijk niet uit. Maar daar ligt de basis. En dat betekent ook straks hoor, dat er een heel duidelijk onderscheid zit tussen wat we dan zeg maar het Volksdansen noemen of het uh, Plattelandsdansen of het weet ik veel nog wat ten opzichte van uh, het, de wereld van het Hofdansen zelf. Uh, om u even aan te geven hè, van wat is dat nou eigenlijk, de wereld van de adelijke dans. Kijk, het is natuurlijk altijd de bedoeling geweest hè, dat de adel zich moet onderscheiden van het gewone plebs. En dat hoor je dus ook door middel van gedragingen te doen. En de wereld van de dans is daar natuurlijk een uh, ja, laat ik maar zeggen een instrument uh, in. Het allereerste wat je dus gaat krijgen, hè, is de wereld van de hofdansen, zoals ik dat eventjes mooi uh, noem. Uh, bedenk u wel, hè, de wereld van de aardelijke dans, de wereld van het hofdans, gaat zich in onze geschiedenis vanaf de 15e, 16e, 17e eeuw ontwikkelen als een standaard onderdeel van je aardelijke opvoeding. U moet zich voorstellen hè, dat als je uh, later uh, zeg maar in de 15e en 16e eeuw gaat kijken, en je wel was een edelman, dat je drie dingen uiteindelijk moest leren: één, dat was paardrijden, twee, dat was oorlog voeren, en drie, dat was dansen. En waar heeft dat namelijk mee te maken? Je kunt het namelijk ook direct zien: het heeft alles te maken met de wereld van de statuur. He, dat het een kwestie is van noblesse oblige zie je altijd in de dansen weer terug. Ik zeg altijd van gaat u maar kijken naar de 19e eeuwse wereld van de stijldans. Maar dat vind je straks ook terug in de wereld van de hofdans. En dat vind je ook terug in de wereld van het ballet. Dat, het is altijd zeg maar deels stiff upper lip in eerste instantie. En het is niet alleen stiff upper lip, het is stiff bovenpart zeg ik dan. Bovenstuk, vanaf hier gaat het namelijk op slot. U kent het van uw eigen stijldansen namelijk nog wel als u leert dansen. Dan moest u dit doen, zo ongeveer. En eigenlijk moest uw neus dan ietsje omhoog. Dat u vol trots de wereld in ging kijken. En vervolgens ging het onderstel eigenlijk in beweging. En dat leidt ook tot het fenomeen. Hè, dat kennen we dus ook de Renaissance ook. Wij noemen dat met een mooi woord, althans in die tijd, lage dansen. En uh, wat we daar dus mee bedoelen, daarmee onderscheiden deze dansen zich niet zogenaamd tot hoge dansen, want uh, goed, dat is natuurlijk een heel ander fenomeen, maar je kunt het altijd in het beste vergelijken, nou ik moet even de andere kant op, en met dit. De adel wil zich namelijk onderscheiden van de wereld van het plebs. En een gewone plebs en het gewone volk danst eigenlijk met hun hele lichaam. Ik zeg altijd van, hè, als je naar die schilderijen wat u hier ziet, de Van Breugel tegen gaat komen. Dan dans je zeg maar hè, zo dit. En dan is het net alsof je geen controle over je lichaam hebt. Terwijl de hoffelijke dans natuurlijk dit is. Hè. Keurig schrijden. Dicht bij de grond in de buurt blijven. Dat betekent ook hè, dat als je in de 15e en 16e eeuw. Als je in dansen dit ging doen. Dat was natuurlijk al heel erg frivool. Nou, u kunt het zelf nog terugvinden. Gaat u maar terug naar de 20e eeuw, begin 20e eeuw. Wanneer bij ons bijvoorbeeld dingen als de tango en de cha-cha-cha's een intreden doen. Dat wordt als uiterst frivol en uh, pikant uh, gezien. Dus hè, dat is een heel belangrijk element. Het tweede punt hè, wat je natuurlijk ook vooral in de hofdansen ziet gebeuren... Maar ik trek het even heel kort met u mee, is dat een hofdans natuurlijk iets van een adel is, het is representatief is en het is daarmee natuurlijk ook heel erg iets ingestudeerd. Wat ik daarmee bedoel, hè, als u aan het hof komt, u hoeft ook maar naar films te gaan kijken, naar de wereld van de hofdansen, dat is niet de kwestie dat u aan de kant kunt zitten en op een gegeven moment van ik ga even meedoen. Je moet ingevoerd zijn in het danspassen, in de bewegingen, hè, in de patronen die gemaakt worden. En anders doe je daar niet aan mee. Dus het heeft ook iets een exclusief karakter. Je moet ingewijd zijn, getraind zijn, opgeleid zijn tot dit. Uh, kijk, zo dansen, dat kan iedereen op een boerenfeest, zou ik bijna uh, willen zeggen. Ja, je wordt hier wel heel erg vrolijk van, hoor, van die schilderijen. Ik vraag me ook weer af wie de meeste lol hebben. Als ik naar de schilderijen van Breugel kijk, denk ik van ze hebben minstens evenveel plezier als, als aan de wereld van het, uh, aan het Hof. Dus dat is één ding. En dat moet je ook vooral denken als je straks aan de wereld van het ballet gaat kijken. Het komt straks nog wel weer uh, voorbij zitten. Maar zeker tot de wereld van de 18e eeuw, ook als je naar voorstellingsballet gaat kijken, gaat het vooral vaak om, laat ik maar zeggen, een representatie. Het mooie dansen. En gaat het niet om het uitbeelden van heftige emoties. Want ik zou wederom zeggen: stiff upper lip en heftige emoties gaan namelijk niet samen. Ja, dat volgt u allemaal nog. Oké, okay, nou goed. De wereld van de voorstellingsdansen is al een hele oude hoor. Dus dat er dansfeesten georganiseerd worden. waarbij je dingen uitbeeldt. Dat kunnen wezens of dat kunnen figuren zijn. is al uh, heel erg oud. Ik kijk hier eventjes met u door een greep terug in onze West-Europese traditie. En dit is een van de oudste ons overgeleverde uh, voorbeelden. van zo'n hofbal die letterlijk uit de hand gelopen is. Dit heeft zich namelijk in drie, 1393 afgespeeld. Waarbij aan het Hof van de Franse Koning uh, een aantal mannen, want het was toch voornamelijk een mannenaangelegenheid in de eerste instantie, ik kom erop terug, uh, van plan was om een mooie dans uit te gaan voeren van de zogenaamde vurige mannen, zoals dat heette. Dus die hadden daar prachtige kostuums voor laten maken in het diepste geheim en gerepeteerd om uiteindelijk deze dans uit te kunnen gaan voeren. Maar u moet zich wel bedenken, we zitten in de middeleeuwen, we hebben nog geen elektrische verlichting. We hebben sowieso nog geen bescherming voor dit soort zaken. Dus dit speelde zich ergens binnen af. En uh, toen was er een van de omstanders die uh, was wel nieuwsgierig. wie er toch in vredesnaam in deze pakjes schuil gingen. En die schijnt toen, of die blijkt toen, een fakkel van de wand te gepakt te hebben. om even bij te lichten. En nu stapte de bal van de vurige mannen. werd letterlijk een bal van de vurige mannen. Waarbij uh, ja, de, de dansers in de brand vlogen. Uh, de uitkomst daarvan is geweest, ik heb begrepen dat ze de koning uh, in iets van de fontein gegooid hebben. Dus die kwam grotendeels met de schrik vrij. De andere dansers schijnen uiteindelijk aan hun brandwonden overleden te zijn. Wat maar direct weer blijkt dat dansen een gevaarlijke hobby kan zijn. Als u er dicht in de buurt van het vuur komt. Maar dit fenomeen gaan we later nog wel eens weer uh, tegen, uh, tegenkomen. Maar het idee is, hoor, van waar komt nou die wereld van die voorstellingsdansen vandaan? Dat komt dus uit de wereld van de adel. Dat wordt dus ingestudeerd met figuren. En uh, de grote wereld van de echte ja, zeg maar ballet-ideeën, Wat wij, ik sla af en toe heel snel dingen over, wat wij uiteindelijk hebben, hè, is dat vooral... Wat wij kennen als het ballet zijnde. En ballet is de afgeleid van Balla en Balla is dansen. Uh, komt eigenlijk, daar gaan we weer uit de wereld van uh, wat we dan met de mode noemen, de renaissance. En vindt dan met name in de wereld van Italië natuurlijk zijn oorsprong. Want moet u zich daarbij voorstellen? Het plaatje klopt niet, maar dan hebt u direct een beetje een idee. Wat daar gaande is. En we komen dat vaker tegen ook de ontstaan van de opera. Uh, heeft een soort gelijke geschiedenis. Hè, er worden grote feesten georganiseerd. Dat kan de gelegenheid van een bruiloft zijn, het ontvangst van een ambassadeur zijn, weet ik veel nog. Want dan wil je een groot partijtje organiseren. Met muziek, dans. Uh, voordrachten, dat soort zaken, uh, zaken meer. Het liefst vaak ook een soort van een ja, algemeen thema daarin. En dat zie je dus onder meer in Italië voor het eerst ook plaatsvinden. Waarbij dus heel duidelijk ook de bedoeling is dat mensen toe gaan kijken. Dus ook naar de dansen toe gaan kijken. U ziet hier, de reza van het ballet, ballet de La Reine. Ik ga er straks nog wel iets over zeggen. Dat hen de uitvoeringspraktijk natuurlijk iets anders is dan. Tegenwoordig met ons theater. Het publiek zat toen nog wat we dan met zo'n mooi woord noemen en ronde, dus aan drie kanten rond het podium. Dus niet zoals wij, wij kennen, het proscenium theater zeg ik altijd. Hè. Met, dan heb je zo'n lijstje rond het, rond het toneel en daarachter speelt zich het verhaal af. Maar dit is zoals je Shakespeare eigenlijk destijds ook tegenkwam: het publiek aan uh, drie kanten. En ook met name he, heel duidelijk. ...omhoog En vaak op de balkons. En dat is niet zo heel erg vreemd, want de wereld van wat vooral de dansen is, is vooral wat we het mooi woord noemen figuurdansen. En dan moeten we dus niet naar ijsdansen gaan zitten kijken. Maar ik zeg van: u kunt het beste vergelijken met de Tattoo in Breda. Dus hè, dat je een mooie dans uit gaat voeren, maar dat je dan nou vervolgens een mooie carré gaat maken. Of een mooie cirkel gaat maken. Of een kruis gaat maken. Hè, zodat het allemaal mooi uitziet. En vooral van, vanaf de bovenkant hè, moet het dan natuurlijk uh, aangenaam zijn om na te kunnen gaan uh, kijken. Nou, die wereld van de hofdans, die tegelijkertijd een beetje een uh, voorstellingachtig fenomeen gaat krijgen, met meerdere. Componenten erin vindt zijn oorsprong in uh, Italië. Althans, zo wordt dat heel vaak gezegd. Wil niet zeggen hoor, dat het niet ergens anders plaatsvindt. Vaak ook gecostumeerd, vaak met maskers. Maar daar zal ik u verder nu niet zozeer mee, uh, mee lastig gaan uh, vallen. Maar uiteindelijk zal het centrum verschuiven naar een ander land toe. En dat is met name naar Italië. En dat heeft alles te maken met deze dame. Dat is de fam fameuze Caterina de Medici. Geboren in 1519, gestorven in 1589. Uh, zij werd uitgehuwelijkd, uh, nou, werd gekoppeld aan de Franse koning. En toen zij dus in Frankrijk kwam, ze was 14 jaar trouwens toen zij uh, in het huwelijk trad. Dus haar man ook, dus goed, het is het... Dus, maar zij, zij hield wel tussen aanhalingstekens van een feestje. Dus dat fenomeen wat we in Italië kennen als de grote hofbals, en feesten en partijen en voorstelling, neemt zij mee naar uh, Frankrijk toe. Niet alleen dat hoor, ik heb er ook even onder gezet. Ook de keukentraditie zoals we die in Frankrijk kennen. komt eigenlijk oorspronkelijk uit Italië. Het verhaal gaat ook altijd dat zij dat namelijk ook meegenomen heeft. met het idee hè, dat ze Italiaanse koks meegenomen hebben naar Frankrijk. en dat daarna de Franse culinaire traditie voortbouwt op de Italiaanse culinaire traditie. Hè, als u een beetje thuis bent in beide keukens. weet je ook dat de Italiaanse keuken eigenlijk veel simpeler is dan de, de Franse keuken. die is veel verfijnen. Maar uh, goed, hè, dat heeft met het voortbouwen op te maken. Goed, wat levert het op? Onder meer dit. Uh, ik heb even een voorbeeld hoor. Bijvoorbeeld, hier komt in de 16e eeuw het beroemde ballet van de comique de Reine, Het komische ballet van de Koningin. Of van de Koning, natuurlijk dat, wat u daarvan wilt maken. Wat zo'n voorstelling is geweest voor het publiek. Uh, uitgevoerd, dat moet u nog wel heel duidelijk bedenken, door mensen aan het hof. Heel vaak zijn het gewoon mensen aan het hof, adel, uh, 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 dat soort mensen, uiteindelijk meer die zeg maar hier optreden. En dan krijg je een soort van, van een combinatie van soms wat toneelstuk, wat miem, wat pantomime. En daar vervolgens geometrische groepsdansen noem ik dat dan maar eventjes. U moet zich voorstellen dat zo'n voorstelling dan een avond duurt. En dat aan het eind dan weer zo'n geometrische groepsdans plaatsvindt. Dan zit het publiek rondom. En als de dans dan klaar is, dan gaat vervolgens deze groep, nodig dus de mensen op het publiek, uit het publiek uit, om deel te nemen aan de, het bal zelf. En dan gaat, wordt het dus vervolgens een groot feestje en partijtje. Goed, op deze manier komt het even kort gezegd in, uh, in Frankrijk terecht. En dan krijgen we een tijdje later de eerste grote ster uit de wereld van het ballet. Of de eerste grote dansster in de geschiedenis. En de eerste grote dansster in de geschiedenis is. Kan natuurlijk niet missen. Maar, ah, bah, bah, daar komt hij. Lodewijk de 14e. Ja, ik heb hier, ik heb hier letterlijk staan een balletomaan. Hij was echt gek van ballet. Mag je rustig uh, uh, zeggen. He. Hier zie je ook heel duidelijk dat fenomeen weer terugkeren. He. Hoe belangrijk dat dans uiteindelijk is. Als je naar de dagindeling van Lodewijk de XIV ging kijken, dan uh, de, de, de bestond die dagindeling uit dat hij ochtends eerst een uur paardrijles kreeg en daarna kreeg je een uur dansles. En dat was dus zijn dagelijkse insteek. Dus hij was uh, daar uh, heel erg uh, ja, nou, laat ik zeggen, van geporteerd, mag je rustig uh, zeggen. Uh, wat daar gebeurde, als kind danste die al, als kind, als jonge tiener, danste hij al mee met dit soort grote hofbals, met voorstellingen erin. Maar de grote klapper hen is dit uh, geweest, 15, 1653. Het beroemde ballet van de nacht waarin uh, een soort van verhalend uh, ballet, uh, voorstelling, voorgestelde. Hier moet, moet je alles bij voorstellen. Hè? Dit is Lodewijk XIV. En dit, dit was het moment waarop hij namelijk aan zijn koning, aan zijn moeder, die tot dat moment eigenlijk zeg maar, zijn voogd was geweest, duidelijk maakte dat hij het bewind over zou nemen en dat hij eigenlijk niemand naast zich zou gaan uh, dulden. En uh, goed, dat uh, betekent dus dat daar letterlijk alles voor uit de kast getrokken werd. U moet zich voorstellen met karren en met paden en met acrobaten en weet ik veel wat er allemaal... Plaats uh, gevonden heeft. Maar de algehele overkoepelende thema van het ballet van de nacht, dat was de nacht zelf. Dus het waren allemaal taferees die zich zogenaamd in de nacht zich afspeelden. U kunt zich voorstellen mensen die dronken uit de kroeg naar huis gaan, uh, lantaanopstekers, uh, dieven, uh, weet ik. veel. Allemaal wel met een lichtelijk vrolijke nood. Lodewijk XIV speelde daar een aantal rollen in, want hij was natuurlijk de grote ster van het ballet. Maar uh, het allerbelangrijkste, belangrijkste natuurlijk is dat het einde van de nacht eindigde met het opkomen van de zon. En ik hoef u niet te vragen wie het opkomen van de zon of wie de zon uiteindelijk uitbeeldde, dat was Lodewijk de En daar heeft hij dus ook zijn naam Zonnekoning aan te danken. Dus hè, met de kleding eh, die hij droeg en met de dans die hij uitvoerde. Uh, bedenkt u wel, hè, dit, is geen, uh, dit is niet een avondje naar het theater, mocht u dat denken. En goed, hij was 15 jaar oud, u ziet ze al 14 jaar oud. Speelde vijf rollen en in een optreden wat 12 tot 13 uur duurde. Dus het is niet even. Daar werd tussendoor natuurlijk af en toe wel even een, een vorkje geprikt en een uh, slokje gedronken. Dat kunt u zich voorstellen. Maar hier werd echt letterlijk alles uit de kast gehaald. En u moet zich daar natuurlijk bij voorstellen van dat was heel erg symbolisch. Aan het eind kwam hij dus opzetten en danste hij dus de zon. Met als uitkomst hè, dat iedereen die aan de dans meedeed, zoals dat gaat voor de zonnegod, iedereen Boog vervolgens voor hem. En daarmee maakt hij direct duidelijk: vanaf nu ben ik de baas. En, en jullie hebben uiteindelijk mij te volgen. En bij hem aan het hof zie je dus ook heel duidelijk hè, dat je gewoon moet kunnen dansen, dat je aan het hof dansendeel moet kunnen nemen als je dat niet kunt. Hoor je er niet bij. En u weet, als u niet in Versailles zich bevindt, dan bevindt u zich in de woestijn. Dus je moet uh, meedoen straks in zijn wereld. Moet ik wel zeggen, hoor dat deze ballet van de, uh, van de nacht natuurlijk nog niet in Versailles plaatsvindt, van die zal hij later uh, gaan uh, bouwen. Nou, wat moet je daarmee? Hij is dus de eerste grote balletster. Maar ja, zijn uh, voorkeur voor het ballet heeft tot grootste dingen geleid. En uh, daarvoor moet je altijd zeggen: hè, voor de ontwikkeling van het ballet zijn in deze periode vier grote namen altijd aan de orde. Eén is dat natuurlijk Lodewijk XIV zelf, dat ligt voor de hand. Maar hij was natuurlijk de hoofdrolspeler en hield zelf ervan om grote mooie balletten te dansen. Maar nou, hoe gaat dat? Ja, na verloop van tijd wordt Lodewijk XIV een beetje ouder. Na verloop van tijd wordt Lodewijk XIV een beetje dikker. Na verloop van tijd wordt Lodewijk XIV een beetje strammer. En, en tegelijkertijd heb je natuurlijk een dansleraar die allerlei mooie dansen verzint, die op een gegeven moment ook steeds moeilijker gaan worden. Dus uh, de koning, de zonnekoning, liep langzaam maar zeker tegen het probleem aan dat hij bepaalde dansen niet meer uit kon voeren. En dan moet je natuurlijk wel bedenken, ja dan kun je wel zeggen van, uh, uh, hij kon dus niet meer de hoofdrol spelen in zijn eigen balletten, maar hij kon er natuurlijk ook niet verdragen dat iemand anders van het Hofhouding dat wel zou kunnen want ja, ik bedoel van, het was wel een haantje, laten we dat even heel eerlijk zijn. Dus hoe los je dat uiteindelijk op? Ja, hij was natuurlijk iemand die dol op ballet was. Hij wilde dat natuurlijk gewoon constant nog continueren. Maar het idee dat Marquise de Huppel de beter danste dan hij, dat was iets onverdraaglijks. En wat hij dus vervolgens toen gedaan heeft, he, dat hij gezegd heeft dat alle grote rollen die later gedanst moesten worden alleen nog maar door professionals mochten worden gedanst. En daardoor doet dus het, het professionalisme in de wereld van de dans en de wereld van het ballet zijn allereerste intrede. En als je dus professionele dansers wilt hebben, dan moet je die ergens opleiden. Dan moet je in de wereld van de choreografie en de wereld van de instructie. En dan hoor je daar een organisatie bij op te richten. Dus zie je voor het eerst in de geschiedenis in 1661, dat in Frankrijk de Académie Royale de Danse, oftewel de Dans-Economie, op Dans-Academie. Uh, he, Academie opgericht gaat worden. En daar zit dus een van de grote stimulansen achter dit hele verhaal. Nou goed, je ziet het, in de Koninklijke Academie voor de Dans. En onder Lodewijk werd Lodewijk te dik heb ik er nog eventjes netjes achter gezet. Dus het te dik en te stram en uh, weet ik veel. Dat mocht je natuurlijk niet tegen hem zeggen. Dat, dat is sowieso, hè, dat, het verhaal had ook altijd dat de, dat de pruiken namelijk in de mode kwamen op het moment dat Lodewijk XIV kaal begon te worden. Ja, zo gaat dat. Dat is net zoals dat u in de middeleeuwse kleding hebt, u op een gegeven moment, moment zo'n dracht bij die dames, zeg maar hier. Wat je bij nonnen soms nog wel tegenkomt. He, dit, dat het dit ingekleed wordt. Het verhaal gaat dat het ook bij een koningin vandaan komt. kwam die op een gegeven moment op de oude, wat, wat een beetje een, een onderkinnetje begon te krijgen. En dat wilden ze niet woord hebben, dus dan ga je dit gewoon afschermen. Uh, dus nou, het is maar even dat u het weet: professionalisering van het hofballet, begin van de theaterdans en de academische danstechniek. U zult het zo nog wel gaan zien. En straks ook de eerste openrichting van de opera. Er zijn een aantal mensen die er een hele belangrijke rol in gespeeld hebben. Ik heb gezegd, ik ga vier namen noemen. Lodewijk de 14 is natuurlijk nummer 1. Nummer 2 is deze meneer geweest, Pierre Beauchamp. U mag zijn naam wel weer vergeten hoor. Maar het is dat u even duidelijk krijgt hè, wat zich hier eigenlijk in principe afspeelt. Pierre Beauchamp kwam, uh, was, uh, was de dansleraar, dansmeester van uh, Lodewijk XIV, dus was zijn dansinstructeur, 1636-1705, uh, componist. Hij was ook straks de eerste directeur van de Academie van de Dans, wat natuurlijk een beetje voor de hand ligt, was de instructeur, leermeester, dansleraar van uh, Lodewijk XIV. Uh, zal straks ook choreograaf zijn van de werken van modiëren, Daar kom ik straks nog wel eventjes weer uh, op terug. Maar hij heeft een heel paar belangrijke dingen gedaan... die wij vandaag de dag in het ballet namelijk nog te steeds tegenkomen. En dat is natuurlijk van hè, als je opleiding gaat doen, instructies gaat doen professionalisering gaat doen, academisering gaat doen. Dat leidt tot een aantal dingen die bij hem vandaan komen. En eentje daarvan dat is hen, uh, dat hij dus die beroemde vijf basisposities ontwikkeld zou hebben. Ik ga ze niet aan u voordoen. Ze zien er onder jaren geleden heb ik dat nog wel eens geprobeerd, maar daar begin ik niet meer aan. Ja, ik begin ook een beetje dikker en strammer te worden. Moet u dan maar weer denken. Ja, die beroemde vijf. Eh, iedereen die naar het ballet geweest is, eh, die eh, heeft op een gegeven moment deze, deze basisposities eigenlijk min of meer geleerd. Ja, dat is heel erg grappig. Sowieso hè, is het heel erg grappig. Want eh, wat ik ook zeg hè, van adel verplicht dansrecht op houding, is natuurlijk in het ballet ook altijd heel erg belangrijk. En heel vaak kun je ook altijd mensen zien als ze lang in de wereld van het ballet gezeten hebben, die lopen altijd veel meer. Keurig, netjes en loopt ook bijna anders als uh, mensen, die, als gewone stervelingen, als ik. Om het zo maar eens eventjes uh, te zeggen. Maar deze hem, vijf, uh, wat ze dan noemen basisposities, hem, uh, waarvan ik altijd begrepen heb dat er posities zijn waaruit je dus alle kanten op kunt bewegen en draaien. Dan begin ik er toch wel weer aan. Uh, in, uh, komt onder meer bij hem uh, vandaan. Ja, ja, ja. Dit, dit, die, die stand van de voeten, zo is het. Maar het heeft natuurlijk zijn. Ja, ik ga er ook niet aan beginnen. Het heeft zo, ik, heb vanavond, ik heb vanavond iemand, in ieder geval een, mevrouw in de groep zitten die uh, haar hele leven ballet gedanst heeft, nog steeds doet. Volgens mij geeft ze zelfs nog wat les. Ik heb geen idee. Die is al En ik heb, ik heb op woensdagavond groep iemand die semi-professioneel uh, echt ballet gedanst heeft. Dus dat is het. Uh, dus je moet altijd heel erg uitkijken wat ik zeg. Gaan die er dan even ja? nou, zover heb ik ze niet gekregen. Ik, ik, zal, ik, zal, ik zal maar even vragen of ze het veel voordoen. Nou, maakt ook niet zo heel erg belangrijk uit. Het leidt tot een aantal principes. Het tweede waar het ook toe geleid heeft, is dat Lodewijk XIV heel graag wilde dat die dansen die uitgevoerd werden, op een, een of andere manier werden vastgelegd. Maar hoe leg je in vredesnaam een dans vast? Dat was tot dan toe namelijk nog niet geregeld. Net zoals dat natuurlijk met de wereld van de muziek het geval is, moet je dan iets als een notenschrift gaan ontwikkelen. Dus Lodewijk XIV heeft daar oproep toe gedaan. Er zijn meerdere mensen mee aan de slag gegaan. Maar uiteindelijk heeft diezelfde meneer Beauchamp samen met Feuillet een uh, choreografie-notatie Methode uh, ontwikkeld. En die choreografie-notatie-methode die bij hem vandaan komt, die wordt, heb ik begrepen, in basis vandaag de dag nog steeds gebruikt. Dus uh, ik heb geen verstand hoe het werkt, maar je krijgt dus instructies hein, hoe dat je je handen, uh, je armen en je benen en je lichaam, et cetera, moet gaan uh, verhouden. Dus daarmee zie je één, een professionalisering van het ballet. Je ziet de basisprincipes van het ballet en de houdingen terugkeren. En je ziet voor het eerst de choreografie en de notatie daarvan uh, terugkeren. Kunt u het nog volgen? Ja. Van Wat wil je eigenlijk met ballet? Dit staat er een beetje heel erg ingewikkeld: terugdringen lichamelijke beperkingen. Dat is net alsof ik u achter uw rollator weg wil halen of zo. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kijk, nee, de bedoeling natuurlijk van het ballet is, is dat je het idee hebt alsof je lichaam geen beperkingen hebt. Hè? Alsof je er alles mee kunt. En vloeiende beweging kunt maken. Het idee van het ballet, ook zeker in de 19e eeuw, is ook het idee alsof, je, alsof de zwaartekracht geen grip op je heeft. Alsof je zweeft over het toneel en allerlei dingen kunt gaan doen. U zult Let erop, daar gaat het weer. Hè. Het is niet de uitdrukking van emoties die belangrijk is nog in deze periode. Het gaat er vooral om vier statuur-technische dingen weer te geven. En geen hoge ingewikkelde dingen. Hè? Als, je een, uh, van als je Een van de grote dingen die je uitvoerde was dat je even omhoog sprong, dat je een paar keer met de hakken tegen elkaar aanklikte. Dat was al heel erg frivool. Maar u hebt, als u goed opgelet hebt, ziet u namelijk ook dat je gewoon heel veel dingen niet kunt. Want ik ga met u nog even terug naar het plaatje van Lodewijk XIV. Kijk, voor Lodewijk XIV heeft gewoon de gebruikelijke schoenen aan in die tijd. En dat zijn schoenen met relatief hoge hakken. Dus daar ga je echt geen hele wilde dingen mee doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Oké, okay, nou goed. Nummer twee die we mee moeten nemen in het hele verhaal... is meneer Molière, Jean-Baptiste Molière. Molière was natuurlijk zijn artiestennaam. Zijn echt, echte naam, Jean-Baptiste Poquelin. Geboren in 1622, gestorven in Parijs 1673. Gestorven in het Harnas... Letterlijk he, gestorven op het toneel. terwijl hij de vrek speelde. En dan kun je ook tegelijkertijd zien wat de kerk van dit soort dingen vond. Die vond het allemaal niks: theater en uh, dat soort zaken meer. He, voordat je kwam te overlijden. moest je je zondige leven afzweren. en anders mocht je niet in gewijde aarde begraven worden. Aangezien uh, Molière in het harnas gestorven is. mocht hij dus ook niet in gewijde aarde begraven uh, worden. Maar dat is toch de wereld. En wie die we in dit tijdvak tegenkomen. Wij kennen natuurlijk Molière voor alles de grote schrijver van toneelstukken en van comedies. En dat is ook natuurlijk het allereerste waar u naar moet gaan kijken. Maar wat je ziet gebeuren in Frankrijk... is dat, eh, hoe zal ik zeggen... Hè, de wereld van het toneelsec... zoals wij dat kennen... Eh, ja, zeg maar niet die scherpe grenzen heeft. Om u even een voorbeeld te noemen... Hè, en dat, dan ziet u direct waar alles uit voortkomt. Een van zijn allerberoemdste toneelstukken... is Le Bourgeois Gentilon. De burger edelman. En dat gaat over een burger die zich als een edelman wil gaan gedragen en zich vervolgens volslagen belachelijk maakt, het maakt verder verder niet zo heel veel uit. Maar belangrijk in dit stuk is dat daar niet alleen maar het verhaal van de burger Edelman in voorbij komt zetten, maar dat af en toe de handeling gewoon stilgezet wordt omdat er gedanst moet worden. Dus ballet, dans is een integraal onderdeel van het toneelstuk sterker nog als je helemaal naar het eind van de bourgeois gentilhomme gaat kijken ik heb jaren geleden toen ik in dit tijdvak zat ik heb een een van dubbele dvd waarin uh, de bourgeois gentilhomme is een originele uitvoering ook zoals het destijds gespeeld werd uh, heb ik toen een keer laten zien. En dan, dan zie je hè, dat aan het eind, dan is eigenlijk het, het verhaal afgelopen. Hè, dan hebben ze, hebben ze elkaar gekregen, snapt u. Zoals dat dan uiteindelijk dan, uh, dan gaat. En dan aan het eind komt er dus gewoon een feestje. En dan zouden wij zeggen feestje en het, 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 het stuk is afgelopen. Nee, dan gaan de hoofdrolspelers aan de kant van het toneel zitten. En dan krijg je vervolgens nog eens een keer een half uur dansen. Dus je krijgt nog een stuk uh, Comedia del Art dansen. je krijgt een Franse dansen. je krijgt een Hupdansen. En een Hupdans. Uh, totdat het uiteindelijk afgelopen uh, is. En waarom is dat? Omdat Lodewijk XIV zo erg van ballet. En zo erg van dans uh, hield. Dat is met het moderne publiek wel wat anders. Want ik kan me destijds herinneren. Toen op een gegeven moment. Hè, dan krijg je op een gegeven moment. Ja, begon het publiek. Maar nog een dans. ja, Het stuk is nou toch afgelopen. Nog een dans. Weet je wel. Zo van. Uh, ja, we willen een nou toch intussen wel naar huis. Maar in die tijd was dat gewoon heel anders. En dat leidt er straks toe dat we in de wereld van, uh, van het theater, in de wereld van de opera bijvoorbeeld ook, standaard bijna altijd muziek en dans tegenkomen. U kunt zich ten tijde van Lodewijk XIV en straks ook in jaren daarna, ik kom er straks nog even op terug, bijna niet voorstellen dat er een opera is waar geen dans in zit. Toneel, dans, ...opera liggen in elkaars verlengde. En dat vind je bij Molière's Le Bourgeois Gentilhomme... ...als heel mooi voorbeeld terug. Als je ook goed opgelet hebt, en ook als je niet goed opgelet hebt... ...ziet je ook dat het niet gewoon een komedie heet... ...maar dat het een komedie ballet heet. Wat hier staat. Komedie ballet. En goed, ja, het is, bij John Lanting zou je dat niet tegenkomen. Een John Lanting komedie ballet. Laat hem maar even heel eerlijk uh, zijn. Dus hij is nummer drie in dat hele verhaal. En nummer vier is natuurlijk deze, meneer Jean-Baptiste Lully is zijn naam. Lully, oorspronkelijk met een I, maar goed, dat komt omdat hij van Italiaanse afkomst is, geboren in Florence. Maar zo lang heeft hij in Frankrijk gewoond en geleefd. En zijn muziek is zo door en door Frans geworden. En zijn invloed. In de wereld van de muziek is ze ook zo ongelooflijk groot geweest in Frankrijk dat je gewoon een Fransman mag noemen. Je bent heel hard aan het lezen. Danser, acteur, zanger, viool, virtuoos, componist, dirigent. Ja, je bent nog alles in, in deze tijd. Maar hij is iemand die natuurlijk met zijn muziek en de wereld van de dans ook probeert een integraal geheel van te maken. Ik schrijf specifieke dans voor voorstellingen tijdens toneel, tijdens opera. Bij hem gaan dit soort zaken uh, samenvloeien. Uh, ik ga u daar verder nu niet zozeer mee lastig vallen, maar u voelt hem al een beetje aankomen als ik een stap terug ga doen en als u dus naar Le Bourgeois Gentilhomme gaat kijken, zie je al die dingen namelijk terugkeren. Le Bourgeois Gentilhomme is een toneelstuk geschreven door Molière, waarin dansen voorkomen, geschreven door Beauchamp, gezet op muziek van Lully. Dus hier zie je een combinatie van uh, verschillende disciplines, wat de wereld van het dans en het theater en natuurlijk bedoeld om opgevoerd te worden voor Lodewijk XIV. Dus hè, daarmee krijgt de wereld van de dans en het ballet een ongelofelijke impuls en zie je ook dat daar, nou, mag rustig zeggen, het fundament voor het hedendaagse ballet gelegd. Word. Nou goed, dit laat ik even aan u voorbij gaan. Dat zijn de, de, de hervormingen die hij doorgevoerd heeft. Anders zitten we hier vanmiddag om vijf uur straks nog. Maar dit is een beetje het idee wat je ziet gebeuren. Je hebt eerst het Hofbal. En uit dat Hofbal komt zeg maar het Hofballet voort. Uit het Hofballet komt de balletopera voort. En dat leidt dan later weer tot opera's en balletten als losse disciplines zijnde. Nou, laat het langs u heen gaan. Eén ding moet u wel meenemen. U moet al zoveel meenemen in dit geval. In de begindagen is het zo dat. Mannen de grote rollen spelen. De vrouwen worden nog niet als dansende rollen geaccepteerd. In, uh, dus tot 1681 zie je dat hen de grote dansende rollen en de grote dansende sterren zijn mannen en zijn niet. Vrouwen. Sterker nog, hè, als je wat verder gaat kijken, moet je tot de conclusie komen dat het bijna tot 1800, nou, iets voor eerder houdt het op hoor, maar dat de grote sterren van het ballet zijn mannen en zijn niet vrouwen. Ja, maar er nooit iets Jawel, maar dan kun je ook desnoods een man als vrouw laten spreken. Ja. Spelen. Uh, dat, dat, dat is het. De, de reden waar. Kijk, dit, heeft een, dit is hetzelfde als wat hen het idee hen dat vrouwen niet meedoen. dat was natuurlijk überhaupt een cultureel ding. Uh, gaat je maar kijken naar Shakespeare. Uh, in Shakespeare was het, uh, Shakespeare's tijd was het ook niet uh, uh, laat zeggen, toegestaan dat vrouwen op het toneel. Hun rol uh, speelden. Dus daar zag je dus ook hein, dat mannen dan vervolgens de vrouwenrollen voor hun rekening namen. Wat weer tot allerlei komische, uh, mooie Shakespeare-dubbele lagen kon leiden. Hè, dat als je naar een toneelstuk als As You Like It ging kijken, kreeg je de volgende situatie en heb je een Rosalinde. Rosalinde was dus de vrouwelijke hoofdrolspeelster... in As You Like It. Rosalinde werd gespeeld door een man. Dus het was dus een man in vrouwenkleren. Rosalinde ontvlucht vervolgens het hof van haar, uh, haar oom of haar vader. Maakt ook niet zo heel veel uit. En om dat te kunnen gaan doen, vermomt zij zich dus vervolgens als man. Dus nu heb je dus een man die als een, een man die vrouw speelt, die zich vervolgens als. Man verkleed en dan vervolgens in het bos de jonge man tegenkomt die haar eigenlijk het hof wil maken, maar aangezien zij dus verkleed is als man, herkent hij haar niet en denkt zij dus dat het man is en dan zegt hij dus vervolgens tegen haar: Van nou, weet je, ik kan, ik kan je wel leren hoe dat je haar in moet palmen. Weet je wat ik ga doen? Nou, ga ik voor haar spelen en dan ga jij mij het hof maken. Dus dan heb je dus een man die een vrouw speelt, die dan vervolgens weer voor man en dan weer nou goed, dus dit is wat je bij Shakespeare tegen, uh, tegen gaat komen. Eigenlijk is het natuurlijk seksisme van hier tot ginder dat vrouwen deze rollen niet uh, mogen spelen. Maar in 1681, ook mede hoor, dankzij Lully, zie je dus hè, dat we de eerste uh, vrouwelijke uh, danseressen gaan uh, gaan krijgen. Uh, wat daar een belangrijke rol bij speelt, dat heeft natuurlijk niks mee te maken met dat vrouwen niet mooi kunnen dansen, maar heeft natuurlijk ook alles met de kleding te maken. Je danste namelijk nog niet hè, in specifieke kleding, dingen als uh, ja, de spitsende dingen als de tutu, et cetera. Dat kenden wij in die tijd nog niet. Dus je danste gewoon in de mode en de kleding van die tijd. En je hoeft alleen maar naar deze twee te kijken, dan weet u wie het beste met de dans uit de voeten kan: de man, ja, laten we zeggen, hij heeft zijn benen vrij en die kan veel makkelijker allerlei danspassen doen dan de dame met haar lange rokken uh, aan. En, en daar zie je dus aan het eind van de 18e eeuw ook wel een ontwikkeling in plaatsvinden. Is dat omdat danseressen dan meer bewegingsvrijheid willen hebben? Dus dat de plooirand van he, de, de, de rok langzaam maar zeker omhoog komt. Om dus de vrouw meer ruimte te geven bij het dansen en bij het bewegen. Dan pas in de 19e eeuw. Hè, zul je zien dat, dat we echt grote ballet, vrouwelijke balletdanseressen hebben. En dat, ja, laat zeggen, vrouwelijke balletdansers het over gaan nemen. Hè, qua reputatie, vaak van de wereld van de mannen. Goed, kon hij dat nog volgen? Hem sla ik lekker over. Van ons wordt het veel te ingewikkeld. En hem sla, dat sla ik ook over. En dit sla ik lekker ook over. En dit sla ik lekker ook over. Ja. Maak u zich geen zorgen. Nu krijgt nog meer als vroeg. We blijven even in Frankrijk. Ik heb dit er even tussen uh, gezet hoor. Uh, uh, Eén wat u zich even moet bedenken, uh, ik spreek nu eventjes met u door naar de 19e eeuw. Frankrijk heeft intussen natuurlijk een ballet, een danstraditie gekregen. Eén moet u zich natuurlijk bedenken, de wereld van de danstraditie, de ballettraditie, is over het algemeen een vrij internationale en dat is namelijk ook vrij makkelijk. Heel veel mensen staan er niet 1, 2, 3 bij stil. Maar de wereld van het ballet is natuurlijk een wereld zonder wo woorden. Dus je hoeft een bepaalde taal niet te kunnen verstaan om naar een ballet te gaan kijken. Dus een Italiaanse danser kan evengoed in Italië als in Engeland, als in Frankrijk, als in Nederland op gaan treden. Ik bedoel, het is een soort van een universele taal die je tegenkomt. Dat is één. Het tweede hem wat je dus dan ook ziet gebeuren is dat er een soort van een internationale uh, belangrijke centra van de wereld van het ballet gaan ontstaan. Nou de eerste had u allang begrepen is Frankrijk uh, in de 18e en 19e eeuw. De tweede vooral in de 18e en 19e eeuw en ook wel deels daarvoor is Italië geweest. Dat ligt een beetje voor de hand en voor Italië moet je dan met name natuurlijk denken aan Venetië. Want Venetië was in de 18e eeuw het Efteling van Europa. Als u een avondje uit wilde gaan stappen naar theater of opera of ballet... of weet ik veel nog wat, moest u naar Venetië toe. Want daar vierde men een halve jaar lang carnaval. En dan stond het hele stad zo'n beetje in het teken... van dit soort bals- en operavoorstellingen en balletten en noem maar op. En dat betekent natuurlijk ook he, dat daar... Uh, grote meesters en daar veel opvoeringen vandaan uh, kwamen. De derde grote, nou, zeg maar, centrum waar vooral ballet vandaan komt uit de 17e, 18e en 19e eeuw, was Denemarken. Nou, dat zou u misschien, Denemarken, ja, dat zou u misschien heel erg verbazen, ja. Maar dat heeft alles mee te maken dat in Denemarken in Kopenhagen al vrij vroeg in de 18e eeuw een dansacademie opgericht wordt. Die gelieerd is aan het koninklijk theater en dat die heeft een hele lange, laat ik maar zeggen, ballet traditie zeggen, ballettraditie met zich mee. Maar bedenkt u ook weer even hè, dat die Traditie internationaal is. Dus wat er kan gebeuren is dat je iemand hebt die danst of dansleraar is in Italië en dan vervolgens dus naar Frankrijk toe gaat en daar vervolgens jarenlang actief is en vervolgens doorgaat naar bijvoorbeeld Kopenhagen of naar Sint-Petersburg of uh, noem maar op. Uh, op Sint-Petersburg en Rusland kom ik straks nog eventjes weer terug. Dat is een Iets ander verhaal uh, in het uh, geheel. Maar ballet is intussen een internationaal fenomeen. Even teruggrijpen op de wereld van Molière. Ballet betekent dat het in de wereld van het theater van Frankrijk. ook bijna een integraal onderdeel wordt hè, van het theatergebeuren. Dus ook in de wereld van de opera. En in de 19e eeuw krijgen wij. burgerlijk gefinancierd, noem ik dat dan even. van Mensen moesten een kaartje bij de, de, de kassa kopen. Krijg je in de jaren dertig, en wanneer dat echt de burgerij opkomt, krijgen wij met een mooi woord wat we dan noemen de Grand Opera. En aan de Grand Opera is alles grand, zeg ik altijd, het duurt lang, het zijn veel actes, er zitten veel zangers in, groot orkest, groot koor, veel special effects, weet ik veel wat allemaal meer. Ik zeg altijd, als u geen, niet, geen idee hebt van wat u zich daarmee moet voorstellen, en u hebt ooit Aida van Verdi gezien, dat is een Grand Opera. En daar, met Die trompt, triomftocht van, van Hendrik en Aida tegenkomt, is typisch iets wat je aantreft in de wereld van de grand opera. Het heeft nog een andere kenmerk, hoor. Een ander kenmerk is hè, dat, dat het uh, gezongen, uh, gezongen uh, recitatieven eigenlijk heeft. Maar heel belangrijk, daar gaan wij weer in de traditie, is namelijk dit. Als u naar de grand opera toe ging, dan verwachtte u dat na de pauze in de tweede of de derde acte er een ballet zou zitten. Dus dan werd gewoon de reactie stilgelegd, pof, en of, maar vaak had het ook wel onderdeel van het hele stuk ook. Zat hij er niet in, dan ging u bitter teleurgesteld en mopperend naar huis. Dat ma nee, maar dat maakt ook onder meer, nee, maar dat maakt ook onder meer de onderscheid uit. Hè. Want kijk, een van de redenen waarom dat een opera als Carmen niet in het grote operagebouw opgevoerd werd, is omdat in Carmen geen ballet zit. En omdat in Carmen gesproken tekst voorbij komt. Dus een aantal regels waar je aan moet voldoen voor de grand opera, daar voldoet Carmen niet aan. En dan ben je dus veroordeeld naar het... Opera-komiek, zoals het dan heet. Ook al is het dan in dit geval uh, wel relatief serieus. Dit moet u even meenemen: dat is één. Twee, we zitten in de negentiende eeuw. En de negentiende eeuw is intussen de periode van de romantiek. En de romantiek is niet alleen de wereld hen dat er een grote voorkeur en voorliefde voor gevoel en emotie op komt zitten. Maar de 19e eeuw en de romantiek heeft ook een grote voorkeur voor het sprookjesachtige. Voor het boven- en buitennatuurlijke. De wereld van geesten, van elfjes, van nimfen, van weet ik veel nog wat. En datgene wat niet tot de rationele wereld behoort. En je ziet dat de wereld van de romantiek iets anders heeft. En dat is ook een grote voorkeur en voorliefde voor het volkse. Belangstelling voor volkscultuur, volkssprookjes, volksmuziek. Dat soort zaken komt opzetten. En dat gaat natuurlijk nu zijn doorwerking krijgen. Houdt u zich even vast. Ik gooi alles door elkaar. Hoor. Het zit natuurlijk altijd ietsje complexer in elkaar als ik het u nu uitleg. Maar in 1632 wordt er dus. ...de Grand Opera, een van de eerste Grand Opera's opgevoerd... ...die Robert le Diable heet. Dus Robert de Duivel, zou ik uh, zeggen, van meneer Giacomo Meyerbeer. Uh, hij is een van de grote Grand Opera schrijvers in zijn, uh, zijn tijdvak uh, opgevoerd. En, uh, een lange voorstelling, maar het belangrijkste daarbij is, is... ...dat in deze opera natuurlijk, in de tweede acte het kon niet missen... ...na de pauze zat een ballet... En wat voor ballet zat daarin? Daar zat de ballet voor de nonnen in. Dat klinkt een beetje gek, een ballet voor de nonnen. Dat doet een beetje vreemd over. Maar het stuk heet natuurlijk Robert Le Diable. Dus dit speelt zich af op de binnenplaats van een klooster. En in die, op dat klooster, op die binnenplaats, daar liggen dus allemaal zondige. Nonnen begraven, snapt u? En die komen dus op het middernachtelijk uur, zeg ik dan even heel kort gezegd. uit hun graf opgestegen. en die dansen dan als geesten. over de binnenplaats van dat klooster. Ja, dus dit, dit is de wereld van het spoken. Dit is natuurlijk op en top romantiek. Hè? Dat is natuurlijk iets wat je helemaal niet tegen zou komen in de wereld van de verlichting. Maar dan krijg je die mooie witte gewaden die als spoken en als geesten over het... Uh... Nee, dat is, dit, dit, is, dit, is, dit is een man die daar rondloopt. Die, met dat donkere gewaad is een man en die loopt daar dus tussen de dansende nonnen uh, door. Ja. Maar het is, het, 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 het is een heel. Uh, echt hoor, die Robert de Diable was een opera die daarna veelvuldig voorgekomen is. Die scène van die Danser de Nonnen was natuurlijk ook uh, heel erg invloedrijk. En als u mij niet wilt geloven, kan ik u dat op een andere manier ook nog wel weer verbeelden, weergeven. Want u weet, hè, een van de grote theaterliefhebbers was Edgar Degas. En Edgar Degas was ook een van de grote balletliefhebbers. Dat zie je ook in zijn schilderijen terugkeren. Nou, kijk maar naar dit schilderij van Edgar Degas. Waarin hij dus het ballet van Robert Le Diable weergeeft. Met hier op de voorgrond het orkest. Maar dit zijn dus de, de dansende nonnen op de achtergrond. Waar leidt dat toe? Dat leidt eigenlijk tot het volgende fenomeen. Wat je ziet gebeuren in de wereld van het ballet. Eh, wat we net ook eigenlijk al gezegd hebben, dat je eigenlijk het liefst wilt hè, dat, dat je het idee hebt alsof de, de zwaartekracht geen grip op jou heeft als danser, zijnde. En dat is een trend die al ingezet heeft, dus men begint al langzaam, zeker met de ontwikkeling van wat wij de spitsen gaan noemen. Maar met name dit fenomeen, dus dat je dan een geest weer wilt geven, of een bovennatuurlijk wezen wilt weergeven, waar de zwaartekracht geen grip op heeft, leidt dus tot een soort van een uitdaging van de wereld van het ballet, omdat dus in zo'n volledige uitvoering plaats te laten vinden. En dan zie je dat het op een gegeven moment heel snel gaat gebeuren. Deze, deze Flora en 4 laat het langs u heen Kamer met kennisje van Adelaide Gosselin, die uh, als Flora. De, daar zie je voor het eerst dus dat je zogenaamd gaat zweven. Dat, dat kon ze nog niet. Dus dan hang je nog deels in de kabels. Dus een beetje special effects, wat, wat nog niet echt gaat, uh, gaat werken. Het is even om het uh, stramien te laten uh, gebeuren. Hè. En dan krijg je dus de volgende. Deze Amalia Brouilloni. Nou, dan ziet u wel, dit voelt alweer. Het is Italiaans, hè, internationaal. Zij was de eerste die zeg maar, echt op pointe of op, uh, op spitsen danste. Alleen, ja, de techniek was nog maar net in ontwikkeling. Dus waarschijnlijk soms af en toe nog een beetje dit te doen. Ik heb geen idee van hoe houd ik mij uiteindelijk mijn evenwicht. We ziet het al wel, hier zit een commentaar bij van Marie Taglioni. En Marie Taglioni is de dame van, we weten dat hij voor het eerst echt een heel ballet op spitsen. ...gedanst uh, heeft. Maar het idee van dat dansen ...komt dus vooral, krijgt dus een benadrukking... ...omdat je dus die wereld van die geesten... ...de niffen, de elfjes... etc. weer wilt geven. De wereld van het bovennatuurlijke. En dan is het allermooiste als dat... ...als een soort van een schimmen in het wit... ...over het toneel schuift. Begrijpt u? Ja, nou goed, dat leidt onder meer tot dit. Ja, La Sylvie, de, laat u even aan u voorbij, maar hier komen leuke draadjes weer bij elkaar. La Sylvie, de romantisch klassiek ballet uit 1832, dus even naar Robert de DNA aan, waarin je ziet dat het voor het eerst volledig op, uh, op spitsen gedanst wordt. En je ziet hier ook dat voor het eerst de tutu zijn entree doet. Let u wel even op, daar gaan we weer. De tutu is natuurlijk nog niet de tutu zoals we die nu kennen. Hij was, was een lage zijde vaak over elkaar heen. Een beetje met een crinoline-achtig uh, idee dat erbij zit. En die jurken waren natuurlijk nog wel relatief lang, tot over de knieën. Maar gaf de vrouwen natuurlijk veel meer bewegingsruimte. En als je natuurlijk gaat dansen, krijg je mooi dat zwevende effect. Vervolgens uh, op het toneel. Nou, hier ziet u uh, Tagliolini in een paar afbeeldingen. Zoals zij uh, in, uh, in Flora en Zee en hier uh, in 1832 in, uh, in La Silvide af. ...gebeeld is. En goed, wilt u mij nog niet geloven... ...dat het een internationaal spel is? Maar La Sylphide is dus de eerste ballet... ...die volledig op, uh, op spitsen gedanst wordt. Hier ziet u het staan. De choreografie was afkomstig... ...van Filippo Tagliolini. U voelt hem allemaal aankomen. Dat was haar vader... Maar de choreografie van La Sylvide is verloren gegaan. Althans, de oorspronkelijke uh, uh, choreografie is verloren gegaan. Die is later door, ik zeg uit mijn hoofd, meneer Bourguignon. Zoiets heet hij. Ik ben de Bournonville. Ik, ik kan zijn naam nooit onthouden. Maakt niet zoveel uit. Maar dat is de choreografie. waarop La Sylvide tegenwoordig bijna altijd nog gedanst wordt. Dus die heeft stand gehouden. Is dus de tweede versie. En deze meneer kwam uit Aha. Denemarken. Dus dat de, de zie je. Hoe dat die internationale. Uh, traditie uh, voortkomt. Goed. Dazilvide, et cetera. Dat leidt hen tot echt die wereld. Van de sprookjesachtige figuren. Giselle is daar natuurlijk een heel beroemd. Voorbeeld van. Met deze dansinstructeur uit de 19e eeuw. Zijn naam is uh, Jules-Joseph Perrault. Uh, 1810-1892. Danser, choreograaf. Hij heeft Giselle, als u de ballet of het als u zegt, heeft hij geschreven. Maar wederom, he, al die dingen lopen hier door elkaar heen. Heel veel, als u hem niet kent van Giselle, als u zijn naam überhaupt nog nooit gehoord hebt, hebt u kans dat u hem ooit misschien op schilderijen tegengekomen bent. Want daar gaven we weer Edgar Degas, heeft hem onder meer in zijn schilderijen vastgelegd. Dus hier staat hij echt als dansleraar, dansinstructeur. Voor de Parijse Openaar, voor het Parijse ballet zijn uh, lessen uh, te geven. En hier zie je straks ook mooi die internationale karakter van hem weer terug. Want hij zit hier in 1874 in Frankrijk. Maar hij zal straks ook onder meer in Sint Petersburg zitten. Dus ook dit is zo iemand met een internationale carrière. Hè? Als je betaald wordt en de middelen krijgt, sluit je daar vervolgens bij aan. Kunt u het nog volgen? Ja, nou goed. Maar, de, 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 ik zou zeggen, ja, ik moet haar eigenlijk overslaan. Dat kan ik maar gevaarlijk was het wel. Dat kunt u hier onder meer zien. Met de wereld van de tutu. Want we hebben natuurlijk nog gewoon voetlicht. En dit is even om u. Want er is altijd zo'n mythe die er rond gaat. Maar die mythe is wel waar geweest. Zij was een vooraanstaande danseres. En zij kwam op een gegeven moment met haar tutu te dicht bij de olielamp uh, voor op het podium terecht en vatte toen vlam. En nu zit het hier, en dat, is, dat heeft zij ook wederom niet uh, overleefd. Nee, mevrouw, nee, omdat ze, ja. La muette de portici, vroeg zij in de brand. Tagliolini zat in de zaal. Ze hebben nog geprobeerd haar te blussen. Ja, dat klinkt een beetje. Ze hebben geprobeerd haar te blussen. Haar kleding te blussen. Maar uiteindelijk ook zij is aan, uh, aan haar brandwonden overleden. Nou, als je in, uh, in een Parijse opera, in een opera Garnier komt. Daar, daar in een kistje ligt nog haar deels verbrande uh, uh, kleding. Als een herinnering aan het feit dat dat ooit plaatsvond. ...gevonden uh, heeft. Nou goed, laat het aan u. Dit laat ik ook zitten. 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 Ja, van anders, uh, ik moet de tijd in de gaten houden. Want we hebben onze tijd echt... ...veel nodig. Uh, dat leidt, dit alles leidt tot twee dingen. Uh, zeker als je naar de wereld... ...van het romantische ballet gaat kijken... Dat fenomeen waar ik het net met u over had, hè, dat je elfjes, nymfjes, uh, geesten, spoken, uh, wie wie's, wat je ook mag verzinnen, wilt weergeven, leidt dat tot het beroemde fenomeen wat wij kennen, is dat spitsendans in tutu wit. En dat leidt tot het fenomeen wat er met een mooi woord noemen het uh, uh, ballet blanc of het witte ballet. En dat is dus typisch iets wat je in de wereld van de romantiek tegenkomt. Wat zich dan voor het eerst gaat ontwikkelen. Als je straks ook uh, naar, uh, naar het Zwanenmeer gaat kijken, ik zal straks die ander ook even bijpakken. Dan zul je zien hè, dat twee delen van het Zwanenmeer ballet blanc zijn, zoals het heet. Gedanst door... Nou, laten we zeggen ballerina's in witte jurkjes, tutu, spitsen, et cetera. Dus dit is een heel duidelijk fenomeen. wat voortkomt uit de wereld van de romantiek. Daarnaast zie je dat het romantisch ballet. en dat gaat, werkt ook door in de 19e eeuw. een zogenaamde divertissement kent. Eigenlijk kun je dit gewoon weer terugtrekken naar de wereld van Molière en Le Bourgeois Gentilon. Want wat kreeg je namelijk in de Bourget Gentilhomme? Eigenlijk is het verhaal afgelopen. Het gaat nergens meer over. Dan hebben we vervolgens zogenaamd een feestje. En dat is de gelegenheid om daarna een mooi aantal dansen op te voeren. En in principe is een divertissement niks anders als een reeks dansen achter elkaar. Eigenlijk wat je doet, je legt het verhaal stil. En dan komt die dans, en dan komt die dans, en dan komt die dans, en dan komt die dans. Heeft dus ook altijd iets heel erg vrolijks over zich. U zult ook bijna altijd merken dat als u naar een 19e-eeuws ballet gaat, dat er altijd een feest, een bal, een bruiloft of weet ik veel nog wat in zit. En standaard worden daar dan vervolgens een aantal dansen in uitgevoerd. En dat noemen we dan een divertissement. Heeft niks, kun je gewoon eruit knippen, voor het verhaal heeft het bijna geen functie. Maar het is vaak wel vro vrolijk en mooi om te zien. Daar zit straks wel, hoor, voor de 19e eeuw, om u dat direct eventjes te zeggen, zeker als je naar Rusland gaat kijken zit daar wel een bepaalde structuur in. Dat wil zeggen, zeker als je naar de Russische ballet. Ging, zag je natuurlijk dat er een aantal dansen achter elkaar uitgevoerd werden. Soms door twee of vier hè, dansers of danseressen in combinatie met elkaar. Maar de volgorde waarin gedanst werd. was in principe ook de volgorde van hiërarchie bij het ballet zelf. Dus dat wil zeggen: degene die het onderste aan de hiërarchie stond, danste als eerste. En degene die dus het hoogste stond, danste aan het eind. En dat zie je hier straks ook gebeuren. Aan het eind van het divertissement danst uiteindelijk de prima ballerina. En de uh, prima, prima. Ik weet niet of Ik weet niet eens Heeft een prima ballerina. Voor mannen hebben we geen naam, geloof ik. Nee. Yes. Voor, voor vrouwen hebben we mooie dingen. We hebben, we, hebben, we hebben een ballerina. We hebben een prima ballerina. En we hebben een prima ballerina assoluta. Ja. Ja, Margot Fontaine mag je rustig een prima ballerina assoluta noemen. Oh, dus dat ja, is echt eentje die. Dat is, is, eerder, eerder is Champion League, hè? En dan naar boven, bij wijze van, uh, van spreken. Ja. Als ik nou naar een andere ideeën kijk, dan zie je ook andere mensen dansen en ook muziek. Heeft dat, heeft, is dat ook zoiets eigenlijk? Eh, uh, ja. Wel, luister je wel. Ja, ik, ik zie André Rieu wel eens voorbij schuiven van de vraag is van hoe zit dat bij André Rieu. Ja, wat, André Rieu is, wat André Rieu doet bij zijn voorstelling is ook heel erg een divertissement thema. Maar wat André Rieu ook heel erg doet is inspelen op uw beeld van eind 19e eeuw met mooie zwierige jurken en walsen en dat soort zaken, zaken meer. Ja, dat nieuwjaars ballet. Ja, ja. In, in principe is. Je kunt andere erieu divertissement noemen. Het is natuurlijk ook gewoon. Het is gewoon dief, je gaat naar andere erieu toe om muziek en dans te horen. En niet om. Ik bedoel, je krijgt geen zware stukken voor de kiezer. zijn altijd blije mensen. En het zijn altijd blije mensen. Mensen komen er ook heel gelukkig vandaan. Ja, huilen, ja, omdat het zo mooi is. Ja. Maar die, die, als mensen huilen bij André Jeus, is dat vaak niet omdat ze diep geroerd zijn door de diepe emoties die aangetast worden in de muziek, maar is van, omdat ze het zo prachtig vinden en dat ze daar aanwezig moeten zijn. Ja, het is het. het, 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 het ik is, het is niet mijn afdeling. Maar de, André Rieu is een absolute vakman. En hij weet fantastische dingen te doen met zijn muziek, met zijn eigen bewerkingen. Niks mis mee hoor. Maar ik ga er niet voor zitten, laat ik het zo zeggen. Nee, wat je, nee maar wat je, wat je wel bij André Rieu ziet, is misschien wel even heel aardig om te zien. Is dat wat André de Jeu natuurlijk heel erg doet, is inspelen op de verwachtingen van het publiek. Ik zei volgens mij deze week op een gegeven moment kwam ik ergens een half uurtje ik, 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 Er was een pre over de, de voorbereidingen, volgens mij, voor zijn kerstconcert of weet ik van nog wat. En dan heb je echt bij hem het idee, groot, groter. Grootst, snap u? En dus alles moet zo fantastisch mogelijk en spectaculair mogelijk. Ik zag op een gegeven moment ook: dan komt de komt sneeuw naar beneden vallen. en nou, dat, dat, dat zag ik op een gegeven moment nog. En dat is ook precies hetgeen wat je dus straks bij die grand opera uh, ziet gebeuren. Daar moest ook alles groot, groot, groot groot met technische effecten. En ik kom daar straks nog wel weer even op terug. Maar als je daar heel erg op gaat insteken. Uh, leidt dat vaak uiteindelijk tot de ultieme kwaliteitsverlies... en de diepgang van de dingen die je gaat maken. En dat zag je bijvoorbeeld in Frankrijk ook weer terug. Op het moment he, dat de Russische ballet in, in de tweede helft van de 19e eeuw... glorie heeft met het werk van Petipa... zie je, ik kom er straks nog op terug hoor, heb ik al gezegd... Dat is het Franse ballet is onder meer in verval. En dat komt hè, omdat het publiek juist dit soort dingen verwacht. Vuurwerk en rook en weet ik veel wat allemaal meer. En, 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 en danseressen die dan technisch prachtige dingen vervolgens laten zien. Maar ja, dat gaat dan. Ten koste van de artisticiteit en het verhaal en dat soort zaken. Uh, meer. Goed, ga er niet wakker van liggen. Maar er niks mis met andere erieurs. Laten we het zo eventjes zeggen. Divertissement, Ik heb het hier. Komt het allemaal nog weer. Hoe dat het voorbij komt. Laat het aan u voorbij schuiven. Mag ik nog? Ja, ik mag nog even. Dus ik ga nog eventjes, uh, uh, het verhaal van Rusland, dat, kijk, het is goed dat ik nog even, de, die, die, uh, de wereld van het Russisch ballet, hier staat het ingewikkeld hoor, schrijf het niet over, van. dan denkt u thuis van wat staat hier in vredesnaam. Maar wat u zich moet voorstellen, in, in de Europese traditie, in de West-Europese traditie is ballet, is dans een integraal onderdeel van een aardelijke wereld. He, dat leer je gewoon, want daar neem je deel aan de hofballen. En dat is entertainment. Daar heb je, daar heb je lol aan, weet je wel. Dat doe je dan vervolgens. Of je gaat naar zo'n ballet kijken, om daar mooi he, van zo'n voorstelling van Ballet de l'Araigne van Catherine de Medici. Want dat is prachtig uiteindelijk om uh, te zien. Integraal daarvan. In Rusland kom je dat gewoon nog niet tegen in dit tijdvak. De wereld van het ballet en de wereld van de dans begint met Peter de Grote. Voor die tijd komen we dat in Rusland niet tegen. En dan zie je dus dat die dans ook een andere functie heeft dan dat het bijvoorbeeld in Europa heeft. In, je ziet dat het in Rusland geïntroduceerd wordt. Ik zeg even heel kort door de bocht: als onderdeel van een beschavingsoffensief. De wereld van de dans en het ballet moet de adel. Moet de elite manieren bijbrengen. En met name West-Europese manieren bijbrengen. Dus dat is het niet in eerste instantie een kwestie van uh, entertainment. Maar is het een kwestie van hein, dat je leert hoe dat je moet gedragen uh, in het brede uh, op, uh, opzicht. Wat wilde ik daar ook van zeggen. Maar... Oh ja, je ziet, je ziet dus ook dus dat daarom in Sint Petersburg ook al vrij snel een dansacademie opgericht gaat worden. Dit is iets. Je ziet keizerlijks. Je ziet ook heel duidelijk, heel grappig, dat begint niet... Ik heb goed begrepen... Dit is de dame die het onder meer op haar geweten heeft. Gaat er niet zozeer wakker van liggen. Maar zij bepaalde bijvoorbeeld ook al dat er dus notabene aan de militaire academie... waar officieren opgeleid werden, dat daar een dansmeester kwam. Dus als onderdeel van je militaire training leerde je dansen en de juiste houding aannemen. Dus hier zie je he, dat ballet, dat is de wereld van de dans, ja, een, 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 een beschavend onderdeel vervolgens uh, gaat worden. En er is natuurlijk in Rusland nog een tweede belangrijk punt. Wat een grote rol gaat spelen. En dat is namelijk hè, dat in West-Europa, of bij ons, over het algemeen, zeker in de 19e eeuw, als je naar Frankrijk gaat kijken, naar Italië gaat kijken, eh, noem maar op, dat over het algemeen daar de regel geldt dat je gewoon voor een voorstelling een kaartje moet kopen. Dus dat het geld wat je uit kunt geven aan het ballet moet aan de kassa terugverdiend worden. In het Russische ballet is het natuurlijk vaak zo dat de tsaar. De keizer trekt gewoon zijn portemonnee en die zegt van ik wil gewoon een fantastisch opgevoerd ballet hebben. Dus je ziet dat dit soort balletmeesters in Rusland vaak veel meer geld tot hun beschikking hebben en middelen tot hun beschikking hebben dan dat het in West-Europa het geval is. Ligt er nog een beetje voor de hand? Nou ja, goed, dit is meneer Landede. Het is allemaal één internationale.